Vogels, ja, vogels in de kast. Heeft het allemaal vast wel eens een keertje gekeken. Naar het broeden van de koolmees, het uitkomen van het ijsvogelei en het jong van de slechtvalk. Kortom, beleefde lente gaat weer van start. Maar achter die wereld van camera's in nestkastjes zit natuurlijk ook een educatief doel. Beleefde lente in de klas geheten. Twee mensen die aan dat project meewerken zijn Teun Baarspul en Lin Knossen. Welkom allebei. Dank je. Lin, we hoorden jou net buiten al. En ook aan tafel Julius van der Landen. Julius, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. We hebben net al even met jou buiten gestaan. Toen was je rond aan het kijken. Toen meldde je al de blauwe reiger en de grote zilverreiger en een buizerd en een sperwer. Nu nog iets gezien in de tussentijd? Ja, nog heel veel ganzen. En daar vliegen net een kraai over. Oh ja. Ja, nou, die met witte veren. Oh, dat is dan wel weer bijzonder. Ja, nou, dat zie je goed, zeg. Want die is toch wel op een meter of 30, 40. Ja, scherpe ogen heb jij nog. Je bent een groot fan van de beleefde lente, hè? Ja. Waarom is dat? Wat vind je er zo mooi aan? Ik vind het gewoon heel mooi dat je kan zien wat je nooit dagelijks ziet. En ik vind het ook heel leerzaam. Vooral ook leuk voor kinderen om naar te kijken en zo. Ja, ja. En hoe lang volg je dat al? Want je bent nu 11. Ik volg het al vanaf 2016, volgens mij al 2 jaar ongeveer. Ja, ja. En blijft het mooi? Ja. Want het is ieder jaar gaan ze weer opnieuw broeden en met elkaar vechten en prooien opeten. En ja, blijft spannend. Ja. Ja. Teun, is dit wat je wil bereiken met beleefde lente? Ja. Ja, nou ja, wat de vogelbescherming in ieder geval voor ogen heeft, naar mijn idee. Ik ben ingehuurd door de vogelbescherming, om het even lelijk te zeggen. Ja. Om met het educatieve materiaal bezig te gaan. Om daar een verbeterslag over te maken. En daarbij was wel heel duidelijk dat ze willen met beleefde lente een heel duidelijk verbondenheid creëren met die vogels in die nestkasten. Ja. En, dat, en dit is dan waar jij over gaat, beleefde lente in de klas, hè? Ja. 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 En wat is het verschil? Beleefde lente in zijn geheel zijn de live camera beelden. Daar kan natuurlijk iedereen naar kijken. Maar beleefde lente in de klas, dan is het idee dat ze clips maken uit de filmpjes van alle dingen die voorbij komen. Die ook een educatieve toepassing kunnen hebben in de klas. Je hoort regelmatig van leerkrachten dat ze in de pauzes de kinderen voor de live beelden zetten. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook denken dat je de les opent met een gebeurtenis in een van de nestkasten. En dat daar een les uit volgt. Ja, ja. Lin, jij bent zo'n leerkracht. Ja. Jullie, je mag ietsje dichter bij de microfoon. Ja? Hoe gaat dat in jouw klas? Hoe gebruik je het? Heel vaak wat Teun zegt. Dat je tijdens het eten en drinken zet je hem eventjes aan. Om even te kijken wat is er alweer gebeurd. Maar op een gegeven moment zijn ook kinderen die mij gaan attenderen. Juf, er is een ei gelegd bij dat en dat vogeltje. Nou, dan moeten we natuurlijk weer met de hele klas gaan kijken. Maar wat Teun heeft gedaan is ook ontzettend leuk. En dat is eigenlijk heel makkelijk voor leerkrachten ook in te zetten. De lesduur wordt van tevoren kun je bekijken. De leerdoelen, de lesdoelen, alles is van tevoren benoemd. De materialen die je klaar kan zetten. Dus ja, ja, het wordt voor ons heel makkelijk. Hoe noem dan eens wat concreet? Wat voor pakketje zie je dan met lesdoelen en tijd? Ik heb hier eentje voor me liggen. Dan is het lesdoel bijvoorbeeld. Teun had het heel leuk, een workshop vorige keer. Dan had hij verschillende materialen neergelegd. Bijvoorbeeld een nijptang. Hij heeft ook dingen bij zich. Ja, en een pincetje. En dat, dat is bijvoorbeeld om vogels te ringen? Of nee, het materiaal, dit is wat doe je zogenaamd het snaveltje van de vogel. Oh, ja. En dan gaan ze kijken, bijvoorbeeld een elastiekje of een rijskorreltje. Met welk materiaal kun je nou het beste zo'n elastiekje oppakken? Ja, Teun is hier aan het goochelen met bakjes en dingetjes. Want dit is dus te zien in beleefde lente in de klas. En dan laat je bijvoorbeeld zien van hoe knijpt een vogel met zo'n bekje, zeg maar, zoals een tangetje, een zaadje kapot? Of hoe krijgt hij dat open? Dit is niet te zien in beleefde lente in de klas. Dit zijn lesmaterialen die op de website staan voor beleefde lente. Die een leerkracht kan gebruiken in zijn of haar les. Ja.
En het idee is dat die lessen die bestonden al. Er was al een lespakket, maar dat, verschillende lespakketten. Ja. Maar dat was heel veel. En ja, dat was ook een opmerking van leerkrachten. Van ja, het is zoveel en we weten, kunnen ons... Het moet wat handzamer. Dus dit, dit hebben dan de leraren in de klas. Maar vertel eens, wat doe je dan concreet? Nou, wat je concreet doet, is dat je de leerlingen... die geef je verschillende soorten gereedschappen. In groepjes bijvoorbeeld gaan ze daarmee aan de slag. En inderdaad, een soort kniptang had ik dan als voorbeeld. En een pincet en meer een soort algemeen tangetje... wat je voor van alles en nog wat gebruikt. Nou, zo is het met vogelsnavels natuurlijk ook. Er zijn specialisten die hebben een knijpsnavel. En dit doet een beetje, zo'n kniptang doet een beetje denken aan de snavel van een appelvink. Ja. En daar kan je goed mee kraken, allerlei nootjes kraken. En zo gaan die leerlingen gaan zelf uitvinden met die gereedschapjes van waar zijn ze nou geschikt voor. Zijn ze geschikt om lange, dunne, glibberige dingen op te rapen, zoals elastiekjes. Ja. En dan is een elastiek bijvoorbeeld even een worm of zo? Dat is dan, precies. Dat stelt een worm voor. En die rijstkorreltjes waar Lin het al over had, dat zijn dan eigenlijk een soort vliegenmaden. Ja. En zo leren ze van verschillende vogels hoe ze bijvoorbeeld bij hun voedsel kunnen komen en hoe ze daarmee omgaan. Waarom hebben vogels eigenlijk allemaal verschillende snavels? En ook die van beleefde lente zijn allemaal verschillend. En het verband tussen de bouw van een vogel en de voeding die je dan krijgt, neemt. Zoekt. En dat allemaal aan de hand van ook van de beelden van beleefde lente. Die dan per week, want er worden hoogtepunten achter elkaar gezet of voorbeelden gegeven. Ja, dat precies. Er zijn allerlei achter de schermen, achter allerlei vrijwilligers die bezig zijn om daar weer clips van te maken. Ja. En ik geloof dat jij, Lin, deed jij dat nou ook? Ik deed niet de clips. Ja, nee. Je werkt aan teksten voor beleefde eend in de klas, toch? Ja, ik zet het een beetje om naar kindertaal, zeg maar. Ja. Hey, Julius, want jij zelf bent al fan van beleefde lente. Ja. En kijken jullie met de klas, met de groep ook beleefde lente in de klas? Nou, dat vind ik jammer. Dat is helaas niet zo. Hè? Ja. Dikkie, waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. Die juf heeft er eigenlijk nog nooit wat over gezegd. Dus dat is wel jammer. Nou, ik wou wel dat het gebeurde. Ja, nou hebben ze natuurlijk ook druk, hè. Juffen moeten zoveel en meesters. Maar goed, dit zou wel heel erg leuk zijn. Ja. Dus ben je dan de enige in de klas die daarmee bezig is met die vogels? Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wie er allemaal van vogels houdt. Maar ik wel in ieder geval, dat weet ik van zelf. Heb jij bij de vogels die we nou weer gaan volgen, heb jij een... Want de camera's gaan zo direct online over binnen 10 minuten nu. Heb jij een favoriet? Ja, de slechtvalk. Oké, en waarom? Ja, ik vind de slechtvalk een hele mooie vogel. Hele mooie roofvogels kunnen heel snel vliegen. En ik vind het ook een heel mooi uitzicht wat ze daar bij die webcambeelden hebben. Ja, want vertel eens voor mensen die dat niet zo goed weten. Hoe zit die vogel? Waar en hoe zit hij daar? Nou, hij zit heel erg hoog op een communicatietoren in Gemert. In de mortel, een plaatje, zo heet dat. En echt wel een paar honderd meter hoog zit hij. Ja, dan kan hij goed uitkijken. Ja. En naar prooien kijken. Ja. Want het mooie is toch met die slechtvalk. Ja, hoe hard vliegt? Je zei al, hij vliegt heel hard. Weet je hoe hard? Ja, één keertje bij een onderzoek is hij wel 380 gegaan, volgens mij. In een duikvlucht. Ongelooflijk, 380. Ja, dat is sneller dan de meeste sportauto's. En dan in de lucht pakt hij zijn prooien. Ja. Maar dan zien we dus dat hij die prooien, die neemt hij dan mee naar die nestkast. En dan? Dan komen ze vaak binnen met die prooi. En dan gaan ze zitten plukken, de veren eraf halen. Maar meestal zijn de veren er al van af. Maar dan gaan ze het vlees ervan af zitten halen. En dan geven ze dat aan de jongen als er jongen zijn. Ja. En anders, als er bijvoorbeeld gewisseld moet worden van als ze broeden. Dan bijvoorbeeld het vrouwtje zit te broeden. En dan komt het mannetje binnen met een prooi en die geeft de prooi aan het vrouwtje. En het vrouwtje vertrekt dan weer om de prooi te eten. En dan gaat het mannetje zelf lekker zitten broeden. Ja, want ze broeden allebei. Jeetje, man, wat weet je dat goed. Wat vind je daar nou van dat jonge kinderen in de klas, want jij bent al 11, maar er kijken ook lagere groepen kijken naar die, dat die dat dan zo zien met die prooi en dat wordt uit elkaar gescheurd. En dat is dan nog ook een lieve duif geweest. En nu opeens voedsel voor de jongen van de slechtvalk. Ja, kinderen, sommige kinderen vinden het spectaculair en sommige zullen het zielig vinden. Maar
Ik vind meestal dat het gewoon het leven is van de slechtvalk. Want zonder die lieve duif, dan was de slechtvalk helaas ook niet... dan kon die ook niet leven. Ja, daar heb je gelijk in. En Lin, hoe gaan jullie daarmee om? Want jij bent leerkracht voor groep 5. Mm-hmm. Is Beleefde Lente in de klas... zijn die beelden anders dan de beelden van Beleefde Lente? Nee, die zijn wel hetzelfde. Ja, het is gewoon... we laten wel zien wat er echt gebeurt... Maar ik herken het wel wat Julius zegt. Want ik hoor wel in de klas soms bij sommige beelden... Eeuw, oh nee. Ja. Dus ja, maar ja. Want bij de slechtvalk, daar hebben we het over. Daar zie je natuurlijk de brokstukken die er allemaal in de kast liggen. Ja. Maar we hebben ook jaren gehad dat de steenuiltjes... die jonge steenuilen, teunen, die vielen één voor één om. Ja. Dat hebben we ook gezien. Ja. Daar maken jullie niet een... dat zetten jullie gewoon zo door. Ja, dat is wel zoals het is. Zo is het. Ja. Dus het is wel goed om te horen dat Julius zich daar ook in kan vinden. Ja, prachtig. de camera's gaan dus om 9 uur aan. Ja, we hebben hier geen knop of een gong of een ding. Ze gaan gewoon 9 uur aan. Vanaf dat moment kan iedereen weer kijken. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Heb jij daar krijgen we hele nieuwe dingen ook voor Beleefde Lente in de klas? Zijn jullie nog nieuwe dingen van plan? Beleefde Lente in de klas is wat dat betreft een klein beetje star. Omdat we natuurlijk, je wil met je lesmateriaal aansluiten op wat er doorgaans zit te broeden. Maar ik zag bij Lin al een lijstje met wat spectaculaire dingen erop. Dus misschien kan jij Lin, beter vertel. Nou, dit jaar zou voor het eerst mogelijk een zeearend te zien zijn. Dus dat is dit jaar wel spectaculair. Ja. Ja, maar of dat echt gaat gebeuren, moeten we even afwachten. Of die zeearend echt op dat nest gaat broeden. Ja, want het lastige is, de mensen die dat doen, hè, die camera's platen... die doen dat natuurlijk al in het najaar. Gaan ze kijken naar welke bomen, stokken en camera's. Allemaal gedoe en de voeding en de stroom, alles. Ja. Dan moet je maar hopen dat die zeearend daarop gaat zitten broeden. Die zeearend, die vaderzeearend is daar zoals geweest. En die heeft daar inderdaad wat takjes neergelegd. Dus we hadden goede hoop dat hij daar gaat broeden. Ja. Maar ja, als die ergens anders ook takjes gaat neerleggen... dan het kan het blijft heel spannend. Ik sprak Luc Enting nog, de natuurfilmer, ook van Wild. De bioscoopfilm die momenteel draait. En ook de man achter de beelden van Beleefde Lente. En die zei ook, nou, het is spannend. Het samengeknepen billen. Of die zeearend daarna gaat zitten. Ja, spannend. We hopen het. Dus we moeten vaak gaan kijken. Maar we krijgen natuurlijk ook weer de ooievaar en de kerk. Ja. De uilen zijn natuurlijk altijd vroeg. Die zijn er altijd vroeg bij. We gaan straks nog even praten met een uilenman. En die gaan we natuurlijk ook weer volgen. Ja. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst. En bedankt voor jullie mooie werk. Het is verschrikkelijk belangrijk dat dit gebeurt. En leuk om te horen dat het ook zoveel in de klas beleefd wordt. Nou, Julius, vanaf 9 uur kunnen we weer gaan kijken, hè? Dus dan ga je los. Ga je dan gelijk kijken? En kijk je iedere dag? Iedere dag een half uur of een kwartier. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Blijf dat doen. En fijn dat jullie er waren. Julius, Teun en Lin, dank je wel. Wij gaan kijken zo direct naar de webcams. En nu even luisteren naar Sterrennieuws. Tot